zijn hier nog in het Sprookjesbos. Na sluitingstijd in de Efteling. Oh, wow. Oh my god, golden hour! Er is ons iets vreselijks overkomen. Wij zaten niet vast. Nee, maar er ging net wel een leeg karretje. Dus je weet wat er dan gebeurd is. Iedereen is eruit gewipt. Het kind zat ook niet vast. Sorry. Sorry, het was niet mijn bedoeling. Sorry. Maar wij zaten er nog niet in. Maar er zijn echt heel veel mensen, echt 2 minuten geleden, zijn er heel veel mensen de rij uitgegaan. En nu ging het karretje weer. Ja. Yeah. Dus ja, zo zie je, als je opgeeft in het leven, dan kom je nooit ergens. Wat ga je even de zelfslopen doen? Dus ik wou al die mensen stonden achter me. Nee, maar geen probleem. Dus ik heb hem niet gehad. Harmen! Toch? Hij ging toch uit? Oh, ja, blijkbaar. Ja, de zuurstof is weg. Okay. Jammer. Dus denk aan. Oh, dat werkt. Oké, dan denk ik, is die weer aan? Ik zie dat niet. Oh, hij gaat niet meer aan. Dat was wel heet trouwens. Nee, als shit, je hem er langer vuur. Op doet. Als het goed ging, als het nog steeds zo langer was. Nee, Maarten! Dan kan het. Dit is gewoon voor me iets te heftig. Zullen we hier een 18 plus filter op gooien? Ja, de Friends Team in Brussel. Nee. Ja, jawel. Oh, dat, ik viel niet. Oké, hij is weer leeg. Ik wil de grap niet nog een keer maken. Het komt echt allemaal wel goed. De kans dat we het niet halen is maar 50-50. We gaan nu daadwerkelijk de attractie in. Dus ik wil even tegen jullie vertellen. We gaan dit halen, we gaan dit rocken. High five, Lucas. High five. We gaan dit strijden. En nu moet ik mijn telefoon helaas wegdoen. Later. Ik moet even alleen Iris hebben. Voor de thumbnail. Wil jij de kijkers even vertellen dat er mij iets super akeligs is overkomen en dat ik nooit meer een vlog ga doen? Harmen is... Nee, ik ben er niet. Jij bent nu een soort van aan het filmen dus. Ja, dat zeg ik ook. Oké. Dit is ook een drone die filmt, trouwens. En Harmen heeft iets heel akeligs meegemaakt. Hij vloog uit de Python. 3 keer over de kop. Uit de baron. Uit de baron bedoel ik, baron. Precies toen we naar beneden gingen. Dus wij gingen naar beneden en hij bleef in de lucht hangen. Maarten, wil je nog even laten zien dat hij het niet doet? Hij trekt ook volledig mee, hè? Dat is geen 18 plus film. Nou, voor mij wel. 3, 2, 1. Nee. Oh, dat kan ook. Maar het is een filmpje. We zijn in de rij. We zijn in de rij voor de droomvlucht. Vlucht niet voor je droom. Ja. Oh, hij staat wel aan. Wow. Oh, hij staat wel aan. En het is een filmpje! Dus, waarvoor staan we in de rij? Van wie is dit de favoriete attractie? Geert Wilders. 10 keer op 1 dag. Helemaal gek op de Efteling. Iedere keer als ik daar naartoe ga, soms ben ik wel 10 keer achter elkaar alleen maar naar de droomvlucht gegaan en verder niets. Jongens, wat is nou echt de droom in de droomvlucht? Vastzitten in de droomvlucht. We zitten vast in de droomvlucht op dit moment. Nou, helemaal drama, maar ze zeggen opeens, we zijn stil en ze zeggen opeens, we staan even stil. Je hoort het wel wanneer we verder gaan. Dus wie heeft er zin in lunch? We stappen uit.
Oh, daar gaan we weer. Hallo. We zijn hier nog in het Sprookjesbos. Na sluitingstijd in de Efteling. Oh, wow. Oh my god, Golden Hour. Spannend. En nu kan niemand ons cancelen. Ja, maar niemand kan ons cancelen omdat we naar de Efteling zijn geweest en daadwerkelijk in het Sprookjesbos zijn geweest. Oh, dat is een goeie. Dat is een hele goeie. Niemand kan ons judgen. We zijn al 10 minuten na sluitingstijd in de Efteling. Roodkapje, bro. Dat is niet normaal, oké. Okay. Iris heeft er ook één gevonden die weer werkt. Iris. Ik moet haar veilig stellen. Denk ik ook. Oh, deze moet niet. Die andere is letterlijk daar. Ja, maar eerlijk, met een paar goede leren stoelen is dit toch een geweldig clubhuis? Zeker. Clubhuis. Jongens, we lopen al 20 minuten na sluitingstijd nog steeds in de Efteling. Vertel je eerste reactie. Oh. Ja, dat kan. Oh, de boom! Maar hij is dood. Maakt niet uit. Maak foto. Visjatten. Ja, kom, we pakken even. Wie heeft de vissen? Kom, jij hebt de vissen. Kom mee, toch? Niet door het hek dicht doen voor de mensen achter. En hier was het zo leuk. Ja. Jammer, Iris. Jammer. Oh, zie je, daar zit een pin bij. Waar, man? Wat? Dat is een pauw. Jongens, action this day. We staan in de Burger King en de trein gaat over 4 minuten. We hebben geen tijd. Welk spoor? Welk spoor? Welk? 12. Dank je. Hoe gaat het met jou? Goed hoor. Mooi. Het is een beetje koud, dus ik heb een Maartse jas aan. Dus die lijkt nu koud. Nou, het staat ze heel goed hoor. Lijkt koud, lijkt. Het lijkt cola, inderdaad. Zo wou ik het ook zeggen. Bedankt voor het kijken naar deze vlog en zie ik jullie hopelijk weer allemaal bij de volgende video. Tot ziens, tot later. Doei!